Mooi spel. Kreeg Berdy aan het lopen. Dan kan hij dat wel één keer doen naar een andere hoek, maar daarna niet meer op dat lange lijf. De mini breekt naar Berdy. Na die goede backhand rechtdoor. Eindelijk weer eens naar de voorhandkant van Djokovic. Nou. Uiteindelijk Berdy. Wat zal ik zeggen? Schoorvoetend. Bij 5-4, 15-30 aan de kans op 15-40. Bij 6-5, 2 setpunten in de tiebreak. Pas op zijn derde. Zetpunt toegeslagen. Berdy ontsnapt niet. Daar is het vroege voordeel voor de Serb hier. Tot plezier van de fans. Het is een metamorfose na set 1. Zijn mentale houding op de baan. Geen fouten meer met backhand nu. Ook al stukken minder. En weer Berdy gestraft voor dat ver achter de baseline opereren. Ik betwijfel of hij het op deze manier die derde set kan gaan spelen. Het is geen aansteller namelijk, Berdy. In de verste verte niet. Het is eerder die zich iemand die zich geneert voor onbehandeld te worden dan dat hij dat aan zal wenden om een extra, wat extra hersteltijd te hebben na een set. Ja, petje af voor de wilskracht van Berdy. Niks is zo moeilijk als topsport bedrijven met een lichaam dat net niet wil wat jij wil. Hij staat erbij en kijkt ernaar en ziet dat de bal de lijn toucheert. En de 4-2 op het bord komt. Even dacht ik, hij loopt naar het net en hij stopt ermee. Maar ik geloof toch dat hij ervoor kiest om dan maar op anderhalf been die wedstrijd uit te maken. Maar ik geloof dat het nu dan toch einde wedstrijd is voor hem. Het heeft ook geen zin. Hij kan het normaal gesproken, laten we wel wezen, als hij helemaal scherp en fit en fris is. En Djokovic is dat ook, dat is dan een voorwaarde. Dan kan Berdy het heel moeilijk winnen van de nummer 3 van de wereld. De winnaar van de Australian Open. Je zou graag vanavond uit eten gaan met Djokovic. A, was je dan lekker in Dubai? B, zou je nog kunnen vragen, wat was er nou die eerste set? Enfin, ik heb het u uitgebreid geschetst. Dat zit er natuurlijk altijd in, dat zal er altijd in blijven zitten. Maar de overschakeling naar in set 2 ineens zag je vanaf punt 1 en ik, oh ja, hij staat er. Vanaf het moment dat Djokovic gedisponeerd was, was het gedaan. Met deze Berdy kwam nog een keertje die blessure bij aan dat linker dijbeen, maar... Soms verlies je een partij omdat je geblesseerd raakt. Maar eerlijk is eerlijk. Als Berdy niet geblesseerd was geraakt, dan hoort hij het normaal gesproken ook niet te winnen van Djokovic.